Laat je nou alles uit je poten flikkeren, Mietje? Sorry hoor. Ja, sorry, dan ga je maar met je poppen spelen, trut. Nou, kom op. Een beetje rustig aan, ja? Dat is voor jou niet gauw goed, hè? Uitslopen. Dijkma. Je moet je melden bij de kapitein. Wieso? Ik zou wel willen weten waarom je zo uitsloopt. Suffert. Goed, Dijkema, we hebben een probleem. Het zijn er eigenlijk twee. Om te beginnen loopt je contract af tijdens de uitzending in Bosnië. Dat weet ik. Ik wil graag mijn contract verlengen. Als ik uit Duitsland terugkom, wil ik Als je uit Duitsland terugkomt, dan zul je moeten verantwoorden voor je vreemde gedrag tijdens en na dat feest. Maar dat heb ik u toch al uitgelegd? Ik bedoel tegenover de militaire kamer in Arnhem. Je staat voor vrijdag over 2 weken op de rol. Dan al? Dan al. En als ik alle feiten nog eens even op een rijtje zet, joyriding met een slok op, het aanrichten van schade, verzet bieden bij je aanhouding, dan zul je met een goed verhaal moeten komen, wil je contract verlengd worden. Ik kan alleen zeggen wat ik u al heb gezegd. Ik was mezelf niet. En ik zag iedereen feest vieren en mijn vader was net dood. Ik had gewoon een blackout. Een blackout. Ja, meer was het niet. Ik zou je eventueel kunnen verdedigen. U? Als raadsman. Graag, kapitein. Ik heb alleen niet zo'n zin om op mijn bek te gaan. En als ik ze vertel dat jij een MB hebt gejat en met je dronken kop op het schuurtje van je moeder bent ingereden omdat jij een blackout had, dan ga ik plat op mijn bek. Want dat klinkt namelijk niet normaal, Dijkema. Dat klinkt behoorlijk gestoord. En ze zullen zich vast afvragen waarom ik graag een gestoord iemand bij mijn compagnie wil houden. Wat is er gebeurd tijdens die ruzie met Hendricks? Want jullie hadden ruzie. En daarna heb je die MB gejat en ben je als een krankzinnige tekeer gegaan. Als jij wilt dat ik je verdedig, en als je sowieso nog enige kans wilt maken op contractverlenging, dan moet jouw verhaal boven tafel, Dijkema. Het hele verhaal. En verdomde snel, anders is het einde oefening. In ieder geval ben ik blij dat ik uit het ziekenhuis weg ben. Het was helemaal niks. Ik verveelde me rot. En wat nu? Revalideren. Om te beginnen in Doorn. Daarna zie je wel weer verder. Doorn, waar ligt dat? Vlak bij Utrecht. Dat is een afstand van niks. Ja, maar ik ga jullie wel missen. Hé, hey, we laten je rust niet in de steek. Hé, hey, Eva? Denk je dat ik hem de kans geef met een leuke therapeut aan te leggen? Ben je gek? Ik concentreer me gewoon op de nacht, zuster. Als je dat maar uit je bolle hersens slaat. Celia, ik wil met je praten. Ik niet met jou. Alsjeblieft.
moet zo weg. En wat je ook te zeggen hebt, je weet hoe ik erover denk en dat blijft zo. Is niet krankzinnig. Ik ben naar Nederland gekomen met trouwplannen. Ik had de rest van mijn leven al helemaal uitgestippeld. En nu is alles anders. Hoezo? Je gaat gewoon terug naar Tel Aviv. Bied je excuses aan, je trouwt met Mathilde. Zij blij, jij blij en ik blij. Dan ben je tenminste uit mijn leven. Ik denk niet dat ze me nog wil hebben. Je hebt het toch niet gebeld om te zeggen waarom het niet doorging? Komt het wel op neer, ja. Ik kan er geen ongelijk geven. Dus? Dus? Zijn er twee vrouwen die niks meer met je te maken willen hebben? Je bent een geweldig stratege, Wolf. Wat het misschien is? Nee, ongeduldig. Heb je nog meer te zeggen? Of was dit het? Hey. Hey. Hoe gaat ie? Dat kan ik beter aan jou vragen. Sst. Kan je het horen? Wat? Een nieuwe hartklep. Boem, boem. Boem, boem. Boem, boem. Voel je? Ah, redelijk. Moe natuurlijk. Maar je hebt geen pijn of zo? Ah, een klein beetje. Van de operatie. Ze hebben flinke jaap in me gemaakt. Ja, moet je kijken. Nee. Doe maar niet. Hé, hey, jullie gaan overmorgen op schietserie, hè? Ja. Te gek, man. Echt gek. Je zal me wel een lul vinden dat ik je niet ben komen opzoeken in het ziekenhuis. Nee, is oké. Okay. Ik moet over 2 weken voor de krijgsraad komen. De kapitein wil me wel verdedigen. Zo? Alleen wil hij dat ik vertel waarom ik zo vreemd deed. Nou, dat vertel je toch gewoon? Nee. Nou ja, ik had gedacht dat je me misschien zou kunnen helpen door... Ah, patiënt Dekema. Komt u even mee, ik moet u nog even temperaturen. Patiënt Hendricks, kleed u zich vast maar even uit. Ja, kom maar. Rustig. Ja. Oh! Bedankt. En veel plezier in Duitsland. Hoezo? Jij gaat toch ook mee? Nee, ze hebben de schietserie toegespitst op de uitzending naar Bosnië en ik word niet uitgezonden. Ik heb net een baby gekregen. Ik word ook niet uitgezonden. Je hebt vorige week een gesprek gehad met de CC. Nee. Echt niet? Iedereen die niet zou worden uitgezonden heeft vorige week een gesprek gehad. Er waren maar 3 geloof ik. Heb je ergens pijn? Alleen die wond een beetje. Ja, dat trekt wel weg, maar verder nergens. Nee. Ze hebben een mooi stuk werk geleverd, hè? Komt alles weer goed, denkt u? Dat kan niemand voorspellen. Pas na 1 maand of 2 revalideren kunnen we misschien voorzichtig een conclusie trekken. Je gaat morgen weg, hè? Ja. Ik vroeg me af, zou het niet beter zijn dat ik me een tijdje rustig hou? Ben je bang? Neem van mij aan dat jij echt geen hartaanval krijgt tijdens je oefeningen. Je moet gewoon weer leren vertrouwen te krijgen in je eigen lichaam. Alsjeblieft, van ons allemaal. Wes, maak ons snel weer compleet.
Ik zal mijn best doen. Ik zal mijn best doen. Hij zal zijn best doen, horen jullie dat? Je zorgt er verdomme maar even voor dat je helemaal oké wordt. Ik zal boven mijn bed hangen. Is je vervoer al geregeld? Ja, ik ga met een MB. Oh, dan word ik je chauffeuse. Lekker. Ze zien jou aankomen, je hebt je werk zat. Ik praat morgen wel even met de luid. En je weet, ik kan heel overtuigend zijn. Jij boft maar, hè, dat Cas vanavond weg moest. Hoezo? Nou, ik kan me zo voorstellen dat je er niet echt op zit te wachten. Op zijn vaderlijke adviezen. Ach, hij bedoelt het toch goed. Hij kan alleen ook niks aan de situatie veranderen. Dat zou hij wel willen. Hij is erg op je gesteld. En hij vindt jullie nog steeds een ideaal stel. Ik ook trouwens. Daar denkt jullie zoon dan heel anders over. Ja. Ik weet niet wat er aan de hand is met Timo. Het is net of hij nu pas aan zijn puberteit begonnen is. Hij is dwars en opstandig. Is hij nog met die chauffeuse? Dat weet ik niet. Hij ontwijkt me op het ogenblik. Ik snap ook niet wat hij in haar ziet. Een vrouw met een kind. Het is zelf nog een kind. Waait wel over. Wil jij een koekje? Nee hoor, ik heb nergens trek in. Je eet toch wel? Ja hoor. Ik kan zo pas vanavond thuis komen. Timo. Oh. Dan geloof ik een beetje ongelegen. Nee, ik ging net weg. Oh, Annette. Nee, ik moet nog even mijn kennis langs. Die woont hier in de buurt. Bij wie dan? Iemand van na jouw tijd. Bedankt voor de thee, hè? Ik bel even snel. Ja, sorry. Ik wist niet dat zij hier zou zijn. Anders dan... Dat is goed dat je er even gezien hebt. Vind je niet dat ze er slecht uitziet? Ze eet niet meer, ze slaapt niet. Je hebt geen idee wat je dat arme kind hebt aangedaan. Wessel. Morgen. Goedemorgen. Zullen we er maar? Hoezo? Hey. Ik zou er door Eva worden opgehaald. Ja, maar ik heb gevraagd of ik je weg moet brengen. Waarom? Robert-Jan, waar slaat dit nou op, man? Ik heb nog wat goed te maken en de luid vindt het oké. Jij weet heel goed dat ik Wessel weg wou brengen. Zeg jij nou ook eens wat, Wessel? Ja, wat moet ik je nou op zeggen? Hij is open. Weinig wagentje, zo'n MB. Beter dan het wrak van mij. Maar ik ga sparen en dan koop ik zo'n voorwieldrijf. Wel een tweedehands natuurlijk, want ze zijn pittig in prijs. Wat zit je nou te oude hoeren, man? Vertel me liever eens wat er aan de hand is, voordat ik je kop van je rondruk. Hey, ik begrijp ook wel dat je liever door Eva was weggebracht. Maar ik moet met je praten. Waarover dan? Mijn contractverlenging. Wessel, je moet me helpen. Ik heb een plan. Shit! Wat? Lekke band. Hi. Ik ga even naar de sergeant, hè? Ja, is goed. Was je peloton? Twee. Heeft de CC vandaag even tijd voor mij? Die zit ook maandag in Den Haag. Waar gaat het over? Over de uitzending naar Bosnië. Ik kan niet mee, maar ik heb nog geen oproep voor een gesprek gekregen. Iedereen die niet mee hoeft, heeft al een gesprek gehad. Ik denk dat er een fout is gemaakt. Ik wil zelf graag zo'n gesprek aanvragen. Waarom kan je niet mee? Ik heb een kind. Hoe oud?
5. Nou, dan heeft het weinig zin, vrees ik. Hoezo? In principe moet je mee als je kind ouder is dan 4. Als jij niet met de cc gesproken hebt, dan moet je gaan. Ben ik bang. Sorry. Ik kan niet mee! En de kapitein wil mijn zaak alleen verdedigen. Als ik hem vertel wat er is gebeurd. Doe je dat toch? Jongen, dan weet binnen de kortste keren iedereen het. Nou en? Nou en? Jezus man, dan heb ik geen leven meer. Dan ga ik nog liever dood. Ja, in dat geval kan je zeker naar je contractverlengingen fluiten. Precies. Daarom dacht ik, als jij nou een of ander verhaal ophangt bij de kapitein, dat ik je heb uitgemaakt voor zwartjoekel of zoiets. En dat we daarom ruzie kregen. En dat jij weer iets rot zei over mijn zieke vader. Waardoor ik weer zo kwaad werd. Jij bent liever racist dan homo? Dijkema, je bent ongelooflijk. Doe je het? Dus jij wil dat ik lieg omdat jij niet voor de waarheid wil uitkomen? Maar je begrijpt mijn probleem toch wel? Ja, en ik accepteer dat toch ook? Maar het wordt tijd dat jij dat ook doet. Wees toch eens een keer niet zo laf. Waarom mag niet iedereen weten wie jij bent? Je houdt je kop, hè? Ik vind het moeilijk. Begrijp dat dan. Oké. Dan ben jij achter Bax, maar laat mij er buiten. Oh. En jij bent niet achter Bax. Jij weet net zo goed als ik dat het verboden is om op de kazerne met iemand de koffer in te duiken. Wat wil je daarmee zeggen? Dat de kapitein het niet ongestraft zal laten gaan als hij erachter komt. Van jou en Eva op de wasbak. Hey. Dat had ik niet moeten zeggen. Sorry. Echt. Iets met betrekking tot de dienst? Tussen ons bestaat er alleen nog maar dienst. Nou, in dat geval, zeg het maar. Heb ik je ooit verteld dat ik een kind heb? Staat me iets van bij, ja. En dat ik om die reden nooit kan worden uitgezonden. Ik kan niet mee en dat weet je donders goed. Ik vind het rot voor je, maar... Waarom heb je me niet verteld dat ik mee moet? Dat lijkt me toch een kleine moeite in alles wat we samen hebben meegemaakt. Je had alleen maar hoeven zeggen, Gunay... Je denkt misschien dat je niet mee hoeft, maar je zoon is inmiddels te oud. Gunay, als jij je contract zorgvuldig had gelezen... We hadden het erover kunnen hebben. Ik had je kunnen uitleggen dat ik niet mee kan. Omdat er niemand is die op mijn zoontje kan passen. Ik heb ruzie met mijn ouders, weet je nog? Ze wilden me al 5 jaar niet meer zien. Ja, sorry. Ik heb het zo druk gehad met die uitzending. Ik heb er niet meer bij stilgestaan. Jij bent plaatsvervangend cc. Jij kunt er toch wel voor zorgen dat ik vrijstelling krijg? Ho. Dat mag je dus niet van me vragen. Het spijt me dat het zo gelopen is, maar je moet gewoon mee op uitzending. Ik kan daar niks aan veranderen. Echt niet. Leuk, hè? Net schoolreisje. Geen idee. Ik ben nog nooit op schoolreisje geweest. Maar wees blij, de enige keer dat ik ben meegegaan, heb de hele bus ondergekotst. Oh, dan ga ik niet naast je zitten. Kom zeg, als je van me houdt, even hou je ook van mijn kots. Ik hou niet van je. Oh nee, en waarom dan al die brieven met die hartjes en al die rode rozen die je me stuurt? Dat was omdat ik dacht dat jij geld had. Hey, Wessel! Hey, ons Wessel is hier! Hey. Maris. Hey. Hey, kom. Hey, maar wat is dit? Mag je ineens met ons mee of zo? Nee, ik kom alleen even dag zeggen. Kan je dan? Heb je even? Was het gezellig gisteren in de auto? Ik wilde je wegbrengen. Gewoon even samen zijn. Ik kon er niks mee aan doen. Je had er toch iets van kunnen zeggen? Even scheiden nou over uit. En jij had het moeilijk en... Nou, laten we het daar maar ophouden.
Omdat hij voor moet komen? Dan komt hij juist wel weer overeen, hoor. Ik ken dat. Niet alleen omdat hij voor moet komen, hij... Kunnen we, als je terug bent, iets afspreken? Sorry dat ik stoor, generaal. Kapitein, we gaan vertrekken. Ja, kom eraan. Misschien. Zit niet zo lekker, hè, jongen? Hey, hou even je bek, wil je? Zeg, hey. Hallo! Kijk even uit, oké? Sorry, man. Goed, is iedereen binnen? Ja. Kappen, koppen dicht. En zitten. We kunnen vertrekken. Moest je Timo niet uitzwaaien? We hadden al afscheid genomen. Koffie? Stel je voor, jij beschikt over geheime informatie. Niemand is ervan op de hoogte. Waar gaat dit over? Laat een voorbeeld nemen. Oorlogstijd. Jij verdedigt een nederzetting. En jij weet als enige dat de vijand eraan komt. Numeriek overwicht. De nederzetting valt niet te houden. En je hebt opdracht om te vertrekken. Inwoners? Alleen vrouwen en kinderen. Wat doe je? Wat doe ik? Wat is de keuze? Als je nu de rivier oversteekt, dan breng je je hele bataljon in veiligheid. Al je mannen. Ten koste van die vrouwen en kinderen. Dus de keuze is? Kies je voor jezelf of kies je voor die anderen? Jezus. Ga je bidden om de goede afloop? Ik vind het een raar voorbeeld. En niet in oorlogstijd. Wolf, waar gaat dit over? Het enige wat ik van jou wil weten is of jij je aan je opdracht houdt, of dat je luistert naar je gevoel. Wat zou jij doen? Oh, ik hoor het al. Jij neemt geen besluit. Nee, en jij ook niet. Zullen we wat gaan eten? Ik heb het druk. Oké. Ik zou niet weten waarom. Hey, oh, get the jack! Hey, oh, get the jack! Meet me down with the railroad track!
track. Meet me down by the railroad track. With a gun in my head. With a gun in my head. I will be your hanging man. I will be your hanging man. Dus hier gaat het allemaal gebeuren. Nou kan je laten zien wat je allemaal kan. Wat doet die vent daar nou? Dat is de baancommandant. Oh ja, dat is die kerel die we op 300 meter afstand door zijn kop mee mogen schieten. Bam, bam, bam! Kan jij nog niet eens een keer kappen met die geintjes van je? Kan jij niet eens een keer kappen met die chagrijnige kop van je, Dijkema? Jongens! Rot op! Laat hem nou maar. Wat nou laat hem nou maar? Bemoei je met je eigen zaken? Graag. Jullie zijn elkaar moed aan het inspreken, hoor ik. Absoluut, ze zal mee, hoor. Die gasten in die bunkers gezien, die verdienen die schijven. Die raak ze eerder dan jij. Wat? Die gasten of die schijven? En dan moet ik nog zien dat je ze raakt. Dat bepaalt de PC volgens mij. Heel goed, Eva. Leg jij deze jongen nog maar eens even uit hoe de regels hier zijn. Ik weet heel goed hoe de regels hier zijn. Wedden om een kratje bier dat ik beter ben in schieten dan jij, Dijkema? Doe niet zo belachelijk. Wedden? Jij weet net zo goed als ik dat het nog nooit is voorgekomen dat je van mij gewonnen hebt. Zij zijn we nu alweer aan het stoerdoen. Dijkema hier beweert dat hij de beste schutter is. En daar heeft Dijkema alle reden toe. Zeg, dat zullen we nog wel eens zien, hè? Morgen gaan we eerst inschieten. En dan wordt heel snel duidelijk op wie je kan rekenen en op wie niet. Doe dan maar gewoon je best. Laat zien wat je kan, ja? Ja, luid. Hallo, voorarbeiter. Bitte anfangen met zielgruppe 2. Jongens, ik heb vandaag mijn persoonlijk record verbroken. En hoe ging het met Dijkema? Floris, het is hier geen speeltuin. Straks is het Nenus. Dijkema, was het een wedstrijd of niet? Hé, hey, het ging heel behoorlijk. Dijkema, jij hebt het wel eens beter zien schieten. Ik kon me niet zo goed concentreren. Waarom niet? Door al dat gelul om me heen. Hij heeft gelijk, Floris. Ongelooflijk, dat kan jij ouwe horen. Zit je in over de Krijgsraad? Wat kan jou dat schelen? Natuurlijk kan me dat schelen. Ik word heel moe van die geintjes van je. Als we maar lol hebben. Een beetje lol hebben kan toch geen kwaad? Ben je nou weer beledigd? Morgenmiddag schieten we de teamoefening op baan 9 Charlie om 1300 uur. Morgenochtend start het eerste peloton om 800 uur in opmars op baan 3. Munitie door zorg van sergeant distributie om 700 uur. Nou, ik heb kloten geslapen. Nou, ik ook, man. Gaan jullie voor mij even naar de verzorgingslocatie? We halen schaar kijken voor me. Nou, ik moet rijden voor de CC. Kijk maar. Je hebt toch ook een militaire bewijs? Ja. Ga jij even met Bouwhuis mee om een schaarkijker voor me op te halen?
prima. Oké. We zijn nu hier. Links de poort uit, de weg helemaal blijven volgen tot je de borden ziet. Hier is de verzorgingslocatie. Het heeft wel haast, dus je moet snel terugkomen. Oké. Okay. Voor mij mag je iets minder hard rijden, hoor. We hadden haast, weet je nog? Ja, wacht even. Ik rij alleen met je mee als je belooft dat je rustiger rijdt. Ga je toch niet mee? Doe niet zo belachelijk. Hé! Ik weet best waarom jij zo kwaad op me bent. Dat klote humeur van jou heeft in ieder geval weinig met die rechtszaak te maken. Oh. Wessel heeft mij verteld dat jij hem probeerde te chanteren met ons. Wat zei je? Je hebt me wel gehoord. Waar heb je het over? Robert-Jan, kunnen we even normaal praten? Waar heb je het over? Wessel heeft me het hele verhaal verteld. Kijk hem aan! Steun niet zo aan! Had het me beloofd? Ja. Beloofd? Ja! Nee, je moet hier naar rechts stoppen! Hou je kop druk! Nee, rijd terug, klootzak! Je rijdt fout! Twee, vier, drie, negen. Correct. Alsjeblieft, hè. Ga ze kwijt! Vuur! Blackout? Als u vindt dat ik het leger uit moet, dan ga ik, kapitein. Ik heb Bauhaus in gevaar gebracht en mezelf ook. Dat heb je inderdaad. Wat is dit voor gedrag? Eerst rijden gestolen MB in de prak tegen een schuurtje. Vervolgens ben je betrokken bij de bedreiging van die Gerard Hobijn. En nou dit weer. Wat heb je erop te zeggen, Dijkema? Niets, kapitein. Ik vind jou zo langzamerhand een gevaar voor je omgeving.
Ik wil dat je je spullen pakt, teruggaat naar de kazerne en je meldt bij de administratie. Dan kun je vandaag nog met een 4 tonnen terug naar Nederland. Als je aankomt, maak je onmiddellijk een afspraak met kapitein Verbrugge. Wij spreken elkaar verder zodra ik terug ben. Afmelden, Dijkema. Wat is er in godsnaam met die jongen aan de hand? En kom nou niet met ik weet het niet of ik kan het niet vertellen. Ik moet weten wat hierachter zit. Zolang niemand mij vertelt wat die jongen bezielt, kan ik hem ook niet helpen. Begrijp je dat, Bouwhuis? Kijk maar. Je mag je weer melden bij de kapitein. Ja? Kapitein. Op de plaats rust. Ik heb met Bouwhuis gesproken. Jij denkt toch niet dat het ons ene moer kan schelen waar jouw voorkeuren naar uitgaan? Wij beoordelen jou op basis van je inzet en prestaties als soldaat. Als je dat wil, kan ik je verdedigen voor de militaire kamer. Ik denk dat ik inmiddels voldoende weet om niet op mijn bek te gaan. Wat betreft je contractverlenging, dat wordt een ander verhaal. En dat geldt ook voor de uitzending naar Bosnië. Kijk, het pleit voor je dat je onder druk toch in staat bent geweest om naar de radio te grijpen. Maar aan de andere kant zullen er ongetwijfeld ook mensen zijn die vinden dat jij juist onder druk fouten maakt. En een fout kan in deze organisatie mensenlevens kosten. Maar wat mij betreft, het is nog geen verloren zaak. Dat wou ik even zeggen. Ga maar. Kijk maar. Ik weet niet precies wat er allemaal gebeurd is, maar... Beste. Floris. Ik ben homo. Historische